Ja hoor, Koen, veel tijd om bij te komen van die knotsgekke wedstrijd tegen NEC is er niet. Hoe snel ging bij jou de knop weer om richting Slavia Praag? Ja, op zich wel snel. Als je 3 doelpunten tegenkrijgt van met alle respect NEC, dan moet je ook wel snel vergeten, denk ik. En focus op donderdag, want dat is misschien wel een nog belangrijkere pot. Dus. Voordat we vooruit gaan kijken, wil ik toch nog even terug naar die wedstrijd. Hoe kijk jij erop terug en op je eigen spel? Eerst af doen we het goed. Kom snel op 2-0. Maar dan mag je nooit meer eigenlijk voor rust nog op 2-2 komen. Dus dat moest wel beter. Moest gewoon scherper blijven. Maar uiteindelijk win je die wedstrijd met 5-3. En dat is het belangrijkste eigenlijk, de 3 punten die meenemen. Ik wil even een paar momenten terughalen uit die wedstrijd. Natuurlijk de 1-0. Jij gaat achter de bal staan. Deed je ook tegen Werder Bremen. Ben jij de aangewezen man voor de penalties? Ja, ik sta nu wel op 1 op het lijstje. Dus ik denk wel dat ik ze gewoon moet nemen nu. En toen je scoorde, we zien het ook mooi op de foto's terug. Je pakte even dat Feyenoord logo beet. Ja. Betekent veel voor je? Ja, jawel. Ik ben gewoon vanuit de jeugd. Ik ben hier al uit mijn hoofd 7e of 8e jaar. Dus het voelt nu wel als thuis natuurlijk. Dus vandaar, het kwam gewoon in me op en ik dacht, ik doe het gewoon. En dan hebben we natuurlijk dat curieuze moment, hè, die tegengoal. Tegen ESPN zei je al dat je boos was bij dat moment. Maar toen wist je nog niet hoe het eruit zag. Ja. Misschien heb je het inmiddels teruggezien. Hoe kijk je daar nu op terug? Ja, ik denk dat hij helemaal de bal niet raakt. Dus voor mijn gevoel was het ook al in de wedstrijd zo. Maar nu ik het terug heb gezien, zie je gewoon dat hij hem eigenlijk een deal in mijn rug geeft. Waardoor ik het evenwicht kom en val. Ook nog op een mooie plek eigenlijk. Dus ik dacht van dit wordt sowieso een vrije trap. Maar dan laat hij doorgaan. Aan de andere kant ligt hij erin. Dat voelt wel extra zuur eigenlijk. En vanaf dat moment, dat werd veel besproken in de media, toen ging het publiek terecht achterstaan. Juist toen jullie achterkwamen. Ja. Voelde je dat in het veld? Ja, je voelde sowieso in heel de wedstrijd voelde je wat aanwezigheid natuurlijk. Omdat ook een volle kuip, dat brengt wel iets extra's. Maar na die 3-2 dat we achterkwamen, voelde je wel extra steun natuurlijk, wat lekker is. En het hielp, want daarna de corner van jou. Kan je die eens opschrijven? Ja, het was zo druk in de 16. Dus ik denk, deze bal moet gewoon goed zijn. En dan, iemand tikt hem vast wel in. En zo gebeurde het ook. Ik gaf gewoon een voort en Guus stond er weer. Het was gewoon iemand, het was niet dat je Guus al zag gaan? Nee. Het is gewoon, we zitten met 5 of 6 man in de 16. Dus dan moet die voorzet gewoon, tussen de keeper en de 5 meter zijn. En die was goed. Dus dan knikte iemand mee. Wat ook terug te lezen valt na die wedstrijd, goede statistieken van jou. En vooral als spelverdeler kom je goed uit de verf. Hoe voel jij je in die rol? Ja, van het begin van het seizoen heeft trainer me daar gezet. En gaf in het begin van het seizoen ook al aan wat dan beter moet. En dat je gewoon vaster aan de bal moet zijn. En voor mijn gevoel ben ik dat wel steeds meer. Als je over het algemeen naar mijn statistiek kijkt in de Eredivisie, dan is wel tegen de 90% pas nou keer ga je het aan. Dus voor mijn gevoel, ik weet natuurlijk hoe ik me erbij voel. En je leest wel af en toe dingen van veel balverlies, dit, dat. Maar voor mijn gevoel valt het best wel mee. Dus ik weet wat ik kan op die positie. En dat laat ik ook zien, blijkt uit statistiek. Je had het over paasnauwkeurigheid. En er staat ook dat veel paasers voor jou vooruit gaan. Wordt dat ook tegen jou gezegd? Ja, binnen de club wel. Binnen de club wordt wel altijd gezegd dat ik altijd oplossing naar voren zoek. En af en toe natuurlijk geef ik nog wel een balletje op zeker of zo. Maar hoe het nu gaat, daar kan ik op voortborduren. En dat voortborduren, dat kan al snel weer. Want donderdag wacht Slavia Praag. Hoe werken jullie naar die wedstrijd toe? Ja, we gaan trainen nu. En we gaan ons voorbereiden op die wedstrijd. Ik denk dat we straks ook een meeting hebben van de trainers. Dus we gaan ons voorbereiden op die wedstrijd en dan gaan we knallen donderdag. Ja, afgelopen weken hebben jullie al ervaring opgedaan met meerdere wedstrijden in een week spelen. En jullie lieten zien dat jullie kunnen presteren. Wat nemen jullie uit die wedstrijden mee richting aankomende week? Nou, ik denk dat we dit seizoen echt fit zijn. Dus die vele wedstrijden in de week is voor ons geen probleem eigenlijk. Het is aan de ene kant nog wel lekkerder dan eigenlijk 1 keer in de week spelen met trainingen ertussendoor. En nu train je minder en speel je meer wedstrijden. Dus dat is wel lekker. Dus iedereen kan zich wel goed opladen voor die wedstrijd, denk ik. Jullie moeten nog analyseren, zei je. Maar met welk gevoel ga je naar die wedstrijd? Ja, natuurlijk. Je speelt thuis. Dan heb je supporters mee en dan sta je eigenlijk al bijna 1-0 voor. Dus als we gewoon straks gaan analyseren, dan hoop ik dat het goed gaat komen donderdag.